dat leerlingen zich kunnen verwonderen, geprikkeld worden, inzichten krijgen die ze anders niet zouden krijgen. En ook leren en ervaren om kritisch naar het verleden te kijken en naar het heden. Welkom allemaal jongens, fijn dat jullie er zijn. Wat gaan we doen deze les? Jullie hebben voorbereid het paragraaf waar de resulterende opstand in de Nederlanden in het ontstaan van de Republiek. Vorige les hebben we het gehad over wat eraan vooraf ging, hoe die opstand begon. Even een korte terugblik. We weten allemaal dat het nu te maken heeft gehad met staatsvorming en centralisatie. Begrippen die ook horen bij het kenmerkend aspect uit tijdvak 4. Bekend? Toch? Ja. Eventjes voor jullie beeld. Het huiswerk voor volgende les, wel goed om dat even nog te benoemen, is het maken van de examentrainingen, bladzijde 21 tot en met 23, vraag 8, 12 tot en met 14. We weten allemaal hoe we het inleveren via de Google Classroom. En wil ik eigenlijk nu gaan beginnen met het onderwerp van deze les. Wat gaan we doen? Dit zijn de lesdoelen. Oema, zou je die even kunnen voorlezen voor ons? We maken een vergelijking met het heden. Serie van opstand tot burgeroorlog. 15 minuten. Uitleg. De gezelligheid. Ik denk dat we de zelfstandige opdrachten maken, want die zijn altijd heel creatief. En dat zijn de leerdoelen. Aan de hand van een stelling een standpunt innemen. Belangrijke historische vaardigheid. Bronnen koppelen aan historische gebeurtenissen en jaartallen. Deze gebeurtenissen in een chronologische volgorde plaatsen. Dat doen we vaak met een tijdlijnopdracht. En op basis van argumenten een stelling verdedigen. Jullie zien daar aan de muren al allemaal stellingen hangen. Ik zal je zo meteen uitleggen wat we daarmee gaan doen. Maar eerst wil ik jullie eventjes een stelling voorleggen. En voor die stelling wil ik jullie eerst even dit filmpje laten zien. Kijk even allemaal mee. Russische bombardementen, Turkse invallen en overal rebellen. Wie vecht nou tegen wie in Syrië? Vanuit verschillende perspectieven bekijken. Respect voor mensen hebben en geschiedenis. Dat het eigenlijk heel ingewikkeld kan zijn hoe dingen in elkaar samenlopen en dat het niet altijd is dit leidde tot dat. Een andere vergelijking is dat ze ook worden gesteund door buitenlandse troepen. En in de Nederlandse opstand was dat natuurlijk met Engeland en Frankrijk, dacht ik. Ja. Die werden gesteund door de Engelse koningin en zo. En nu is dat met Amerika, Iran. De Verenigde Staten en Saudi-Arabië steunen de opstandelingen. En de Russen steunen Assad. Ja. Wat zijn dan de overeenkomsten? De Republiek. Het begint ook als een opstand tegen de kettervervolgingen, de schending van de privileges, de verhoging van de belasting. Maar het leidt ook tot een burgeroorlog. We gaan een opdracht doen. Jullie krijgen van mij een envelop. Die enveloppen hangen onder de stellingen. Hier hangen ook nog een paar stellingen. Ik zal ze even laten zien. Er zijn twee stellingen eigenlijk. Nummers 1 tot en met 3 gaan eigenlijk om de vraag, wat is het begin van de Republiek? En die stellingen A tot en met C gaan over wie is het meest verantwoordelijk voor de escalatie van het conflict. Welk groepje kan zijn stelling het beste verdedigen? Ik leg heel kort uit hoe we het gaan doen. Je krijgt bronnen. Die bronnen koppel je aan het juiste jaartal. Vervolgens schrijf je die argumenten op. Plaats je bij je tijdlijn. En aan het eind van de rit mag één leerling van het groepje in één minuut de stelling verdedigen. Zijn er vragen? Succes! Leerlingen de deur uitgaan en iets meenemen uit het lokaal of uit de les. En ik neem altijd mijn eigen voorbeeld, dat als ik vroeger uit school thuis kwam, het er thuis over had en aan de keukentafel begon over wat ik vandaag had geleerd, dan is dat een goede les geweest. Oké. Je moest een tijdlijn maken, had ik gezien, waar is die opdracht? Kijk, dat is dit. Dit is echt pas op het laatst. Wacht, welke bladzijde is dat? Want volgens mij mogen we eruit gaan zoeken. Dit is helemaal het laatst, sowieso. Dit is pagina 12. Oké, laat even de bronnen koppelen aan de jaartal. Moet ik even knippen? Nou, dat moet hem zijn, toch? Nee, alleen welk jaartal? 79. Die heb ik toevallig verklapt. Persoonlijke aandacht. Wij kan ons heel goed motiveren in de les. Zijn communicatie met de leerlingen. En wat staat erachter? Een stad van Münster. Deze dan. Daar wordt de Republiek erkend. Heet die hierbij? Toch? Ja. Jongens, waarom is Willem van Oranje verantwoordelijk voor de escalatie? Kun jij deze opzoeken, Daniel? En er een beschrijving mee maken? Ja, dames en heren. Mijn timer geeft nog anderhalf minuut aan. Zie je vervolgens, zou ik zeggen. Zo niet dan. Oké, gaat u maar zitten. Dus bij elke tijdlijn één spreker die de stelling gaat verdedigen. Wij geloven dat Philips II verantwoordelijk is voor de escalatie van het conflict in de Nederlanden. Omdat Philips had alle macht. Hij kon eigenlijk doen wat hij wilde.
toetsen bespreken, denk ik. Nooit. Er is altijd wat te doen in de les. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Wij denken dat Alfa en de Spaanse troepen verantwoordelijk zijn voor de escalatie van het conflict in de Nederlanden. Dat komt omdat zij natuurlijk niet uitbetaald werden. De Alfa werd niet goed, ze hadden niet genoeg geld in het leger. En daardoor gingen ze plunderen. Dat zorgde voor een enorme escalatie, want daardoor kwam er de Unie van Utrecht bijeen. Oké, jongens, het grote moment. Pak jullie iPad, zet hem even op stil. Eerst even de stemming. Wie was verantwoordelijk? Philips de Tweede! Ja, zoveel mogelijk leerlingen leren wat hun krachten zijn en hoe ze die kunnen inzetten. Oké, ik ga er even een paar uitpakken die ik interessant vind. Een beter overzicht gekregen van de gebeurtenissen. De Nederlandse Republiek en wat het nou echt is. Geleerd dat de Unie van Utrecht een plakkaat van verlating is. Nou, dat is heel handig, want daar kan zomaar een toets van examenvraag over komen. Ik wil afronden. Pak even een pen. Schrijf een top en een tip op dit blaadje. Voor deze les. En die verzamel ik. En bij het verlaten van het lokaal plak je je top en je tip hier op de muur, op het glas. Doe maar op het glas, blijf ze beter zitten. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Dankjewel. Ik had dat er meer ruimte moet komen voor vernieuwing in het onderwijs. En daarbij raad ik ze aan ook eens te kijken naar wat er om ons heen in andere landen gebeurt. Die op ons voorlopen.